De voorzitter van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij ABAP, Ronnie Brunswijk, is niet te spreken over de mogelijke wijziging van het kiesstelsel. Vooral het artikel dat handelt over het verbieden van pre-electorale combinaties. Volgens Brunswijk wordt hiermee namelijk een stukje democratie weggenomen van vooral de kleine partijen. Een kans zouden kunnen maken als ze samen hebben gewerkt met een andere partij. Dus die partijen worden allemaal eigenlijk vernietigd. Als je kijkt naar het aantal stemmen die ABAP heeft verkaart in 2015, dan zien we, als we landelijk evenredig zijn, zouden we toch die 5 zetels hebben gehaald. Dus ABAP, we zijn niet bang, maar dat ding moet binnen de perk van de democratie blijven. Maar wanneer een partij nu, die toevallig in de regering zit, de meerderheid heeft, zegt van we gaan dan misbruik maken van onze machtspositie, maar we gaan dat niet veranderen om daar te blijven. Dus dat willen ze hebben, om in de regering te blijven. Dus ik ga alle kleine partijen, dus men weet precies dat door middel van bundeling, dat ze direct uitgeschakeld zijn. Brunswijk vindt het verder geen punt omdat naar zijn zeggen partijen op de een of andere manier toch kunnen bundelen. Hij staaft dit met een voorbeeld van accombinatie die zou kunnen voortbestaan, maar dan onder de vleugel van de ABOP. Wij moeten vertrouwen in elkaar hebben, dan kan je niemand uitsluiten. Als ik zeg van ik vertrouw ABOP, dan kom ik onder de vleugel van ABOP. Ik blijf mijn partij behouden, maar ik kom bijvoorbeeld kom op de lijst van ABOP. En ABOP geeft me een plek hier, dat is hetzelfde toch? Dus, ik weet niet wanneer bepaalde partijen gaat bang zijn om onder de vleugel van een ander te gaan. Dat ga je nog krijgen. Maar zodra er vertrouwen is, dan kan je niemand weerhouden om samen te werken. U praat over een toevallige partij die aan de regering, die aan de NDP, ja. Maar niet alleen de NDP is voorstander van alleen de verkiezingen ingaan. Ik noem met name de VHP, die heeft laatst ook gezegd, Uno wang go in de verkiezing. En we komen met 28 of meer zetels eruit. Nee, dat is die mannen hun denkwijze. Kijk, wanneer ABAP hier zou zeggen van we gaan 20 zetel, we gaan 15 zetel, we gaan zoveel zetel halen. Ik zeg we gaan meer dan 5. Toch? Maar als je niet zegt van je wil 28, dat betekent jij alleen wil de macht hebben. Dus je wil niet delen met andere mensen. Dus laat het volk zelf beoordelen van ESIFSA, VHP zegt. Dat hebben ze al duidelijk gezegd. Dus ik maak me niet meer druk met de VHP voor een samenwerking. Want zij willen alleen 28 zetels. Dat is, ze hebben ons niet nodig. Dus ik focus nu NPS, PL, DA91, die kleine partijen, andere. Daarover praat ik niet. BEP is aan een andere richting. Dus je moet geen BEP, als ik praat, noem geen BEP. Want ik praat niet over BEP, ik praat over de partij in de oppositie. Ik ben de ene die durft om te zeggen van ik kan nooit met de NDP samenwerken. DC Bouters, Romeo Bravo, nada, nooit. ABAP-voorzitter Brunswijk die verder aangeeft dat hij de NDP leven heeft gegeven en dat hij ook degene zal zijn die de stekker eruit zal trekken. Brunswijk verzekert ook dat zijn partij haar huiswerk heeft gemaakt voor wat betreft het binnenhalen van de zetels in het binnenland. Wij spraken hem afgelopen zaterdag na zijn partijcongres in de Flexmall.